Hoeveel het nieuwe hoofdkantoor heeft gekost, wil Van der Landen niet zeggen. Maar het biedt met 19.000 vierkante meter in elk geval plek aan 1.000 mensen. En met dit bijzondere gebouw en de bijbehorende campus wil het bedrijf ook iets zeggen. Wij zijn Brabants en dat blijven we ook. Ik heb in de Randstad gewerkt. En op een gegeven moment kwam er toen een uitvender naar mij toe. En die zei, ik ga naar Brabant. Ik zei, waarom ga jij naar Brabant? En toen zei hij, daar gebeurt wat. Daar doen mensen iets. Ik zei, leg uit. En hij zei, kijk, ik bedenk bepaalde prototypes. En als ik in Brabant naar een ondernemer ga, dan is dat gebouwd de volgende dag. En dat is ook echt waar. De commissaris van de Koning heeft voor dit soort bedrijven ook een speciaal woord bedacht. Ja, ik noem dat graag regionomics. Hè? We hadden vroeger Reaganomics van grote markten en marktwerking. En die is er natuurlijk. Maar de echte economie, zeg ik, zit altijd in regio's. Waar mensen elkaar kennen, vertrouwen en tot grootste prestaties elkaar opzwepen en in staat zijn. En dat zie je in dit gebouw op heel veel manieren tegelijk. Het is een van onze beste bedrijven in Brabant van de landen. Dat is echt een wereldspeler. Maar hier in 1949 in de schuur begonnen. Daar hebben we er heel veel van. En het is elke keer passie, innovatie. Niet blijven hangen in wat je deed, maar nieuwe dingen durven doen. Die dubbelheid aan van enerzijds traditie die we hebben, die we koesteren. En heel sterk zijn in innovatie en vernieuwing. Nou, dat is hier de core business. Bij Van der Landen werken wereldwijd 4.000 mensen, waarvan 1.600 in Veghel. En dat aantal zal volgens het bedrijf de komende jaren verder groeien.